Op het proefcentrum voor fruit in Sint-Truiden ontmoeten we Tim Beeljen, hoofd van het departement entomologie. De man heeft in samenwerking met de KU Leuven onderzoek gedaan naar de nevenwerkingen van gewasbeschermingsmiddelen op de bijenpopulatie en ontving hiervoor de wetenschappelijke prijs van het Phytopharm-instituut. Bestuiving door bijen is essentieel voor een goede productie in fruitteelt en diverse landbouwgewassen. Maar enerzijds bijen beschermen en anderzijds insectenplagen bestrijden is een dilemma. En dat maakt deel uit van Tim Beeljens onderzoek. Het is zo dat gewasbeschermingsmiddelen die vandaag gebruikt worden in de praktijk eigenlijk al uitvoerig getest worden naar dodelijke effecten naar bijen. En zodra een middel ieder vat dodelijk is naar bijen toe, wordt het sowieso niet gespoten tijdens de bloei. Maar het zou ook kunnen dat middelen ook een effect hebben, een niet dodelijk effect naar bijen toe. En dat is wat we eigenlijk zijn gaan onderzoeken. Zoals de meeste mensen wel weten, is een bijenkolonie een heel goed georganiseerd geheel. Elke bij heeft zijn specifieke taak en dat is allemaal heel goed georganiseerd binnen de kolonie. Sommige bijen gaan voedsel halen, sommige bijen verzorgen het broed. Als door invloed van een gewasbeschermingsmiddel deze taakregulatie verstoord wordt, dan gaan bijen natuurlijk ook een kolonie niet meer goed kunnen onderhouden en gaat het op termijn niet goed met de kolonie. Maar uit onderzoek blijkt dat gewasbeschermingsmiddelen die voor de bloei gebruikt worden, geen effect hebben op de bijenpopulatie op lange termijn. We hebben geen significante verschillen gezien tussen onbehandelde kolonies en behandelde kolonies met die kleine, en ik druk het wel zo uit, kleine dosissen aan gewasbeschermingsmiddelen die overeenkomen met een goede gebruikende praktijk. Als jij met een middel gaat spuiten vlak in de bloei, als de bijen heel courant vliegen, dan ga je natuurlijk wel vergiftiging hebben, maar bij goede landbouwpraktijken zou op dit moment volgens onderzoek er geen problemen mogen ontstaan. De moraal van het verhaal is hier duidelijk. Niet spuiten met middelen die toxisch zijn voor bijen tijdens de bloei. Beloftevol boeren of Terre Avenir Wallonie, dat is het thema van de tweede laureaat. Een groep Waalse en Vlaamse landbouwers ondernemen acties om de milieu-impact van hun bedrijven te beperken. Ze doen dat onder leiding van Inagro, voor wat Vlaanderen betreft. De Waalse landbouwers worden begeleid door CRA Wallonie. Het traject is een simulatie of voorbereiding voor het halen van het ISO 14001-certificaat, zo blijkt. Een milieuzorgsysteem gebaseerd op een internationale norm zelfs, die norm is ISO 14001. Concreet houdt dat eigenlijk in dat je weet wat je aan het doen bent op je bedrijf. Je maakt een soort stand van zaken op. Aan de hand daarvan kun je kijken op welke vlakken je kunt verbeteren en dan telkens opnieuw diezelfde analyse maken, verbeteren, aanpassen indien nodig en dan terug een beetje opnieuw een analyse maken, opnieuw diezelfde cyclus doorlopen om altijd wat beter en beter te werken op je bedrijf. Aan Waalse kant worden de landbouwers begeleid door het CRA Wallonie. En die samenwerking werpt vruchten af. Voilà, donc je les accompagne. C'est moi qui fais le diagnostic en exploitation agricole, donc moi ou ma collègue du côté versant flamand. Et pour les accompagner à mettre les solutions en place pour le plan d'action, donc des modules de formation sont organisés pour permettre de s'améliorer en continu. De vraag is natuurlijk wat een landbouwer ertoe aanzet om hierin mee te stappen. Het is eigenlijk de bedoeling dat de zoon hier later op de boerderij verder doet. En ik wil ervoor zorgen dat de boerderij echt in orde is, up-to-date staat. En dat niet zijn eerste zorgen hoeven te zijn op het ogenblik dat hij de boerderij overneemt. En ook aan de overkant van de taalgrens spreken landbouwers dezelfde taal. Nous sommes rentrés dans cette association dans le but d'avoir une meilleure organisation au sein de notre exploitation agricole. On nous a expliqué comment fonctionnait cette association, avec d'abord une analyse complète de l'exploitation, avec un plan d'action qui suivrait, etc. Et tout ça, bon, a germé dans notre tête, à mon père et à moi, parce qu'on est à deux sur l'exploitation. Et on s'était dit que ça nous permettrait d'avoir une meilleure vision globale de l'exploitation. Quand on a une meilleure vision, on a une meilleure connaissance
de ses points forts, de ses points faibles, ce qui pourrait alors, in fine, assurer la pérennité de la ferme. Jong geleerd is oud gedaan. In de boerenstiel is dat niet anders.